De renovatie van het kasteel in Wijchen is een van de speerpunten van het beleid van het college van burgemeester en wethouders. Dat blijkt uit de programmabegroting 2019 van de gemeente Wijchen. Het college gaat ervan uit dat eind volgend jaar kan worden begonnen met de aanbesteding van het renovatieplan. Eind 2020 moet de renovatie van het kasteel dan zijn afgerond, aldus de programmabegroting. Voor de verbouwing van het kasteel bestaan meerdere varianten waaruit de gemeenteraad nog een keuze moet maken. Op de meerjarenbegroting voor 2021 en 2022 staat 2x 106.000 euro vermeld voor de goedkoopste variant. De duurste variant staat 2 keer genoteerd voor een aanmerkelijk hoger bedrag, namelijk 336.000 euro.